Ik zie ook nog een cirkeltje. Volgens mij zijn we live. Ja. Hallo, hallo. Yes. Ik ga even nog een aantal dingetjes... even kijken. Oh, wacht even. Nee. Yes. Alright. Intikken. Ja. Kijk. Fantastico. Yes. Volgens mij is het allemaal, zijn we live. Ik ga zelf even checken op Facebook of de verbinding helemaal goed is. Want dat zou natuurlijk zonde wezen wanneer dat niet het geval is. Nou, wat leuk is, als jullie iets horen, je mag altijd een duimpje. Kijk, en inderdaad, welkom. Je mag juist, huppatee, dat volgende duimpje al hartstikke goed. De YouTube-pagina van Riebe de Bie hebben jullie al gevonden. Nou, ik zou gewoon zeggen, zeg het voort aan anderen. Laat het weten op, kijk, daar komen de eerste reacties al binnen. Hij doet het hartstikke mooi. Is het geluid ook allemaal goed? Volgens mij wel, want anders hadden jullie het natuurlijk nooit gereageerd. Nou, we zijn nu even... We zitten 3 minuten voor 8:30, nog 3 minuutjes en dan gaan we echt beginnen. Ik laat even de mensen nu erop komen. En dan gaan we straks echt gaan we beginnen. Ik ga even proberen of ik de vragen mee kan lezen. Want die kunnen jullie straks ook allemaal stellen. Natuurlijk... Even kijk, ik zie al een beeld. En dan moet ik het geluid hier in ieder geval wel uitzetten. Zo. Yes, kijk. Hartstikke leuk. Welkom. Leuk. Ja, hartstikke leuk. Brian van Groeten, we gaan een uur met hem praten over het wielrennen. Maar eerst even over gisteren. Hoe krijg je het toch weer voor elkaar om daar gewoon bij te zitten, Brian? Ja, het was wel een beetje een kwestie van geluk, denk ik. Maar toch de 14e keer dit jaar dat ik in een vroege vlucht zat in de UCI-koers. En jij ergens een muur of zo, dat je in de schuur of zo eigenlijk ook bijhouden. Hoeveel AKB zit? Ja. Ja? Nee. Je weet ongeveer wel een beetje welke koers je mee zat en dan... En dan gaan we eens rekenen wat nou eigenlijk de tellerstand is, zeg maar. En ik kreeg gisteren ook een berichtje van iemand via Twitter. Van de hoeveelste keer is het nou eigenlijk dit jaar? En zo is aan het rekenen geslagen en dan, en dan weet je het inmiddels. Ja, 14 keer. Iemand houdt dat bij of zo? Of hoe, Nee, ik heb gewoon zelf mijn uitslagen en wedstrijden doorgenomen. En dan weet je zelf wel van wanneer je in die vroege vlucht zat. Ja. Ja, vertel eens even, want jullie waren weg. Wanneer werden jullie teruggehaald? Ja, ik denk een 15 kilometer voor de finish. En ik denk dat we na 30 kilometer wegreden. Dus meer dan 200 kilometer voorop door het Franse land. Ja, leg dat nou eens uit. Want, je gaat dan mee in zo'n groep. Is dat dan al het plan van tevoren om dat te doen? Ja. Kijk, wij hebben bij de ploeg gewoon een aantal renners die de opdracht krijgen om mee te gaan in die vroege vlucht. Dat is denk ik ook voor onze ploeg wel een van de speerpunten. Iets waar we als ploeg voor staan om ons te profileren als aanvallende ploeg. En dan heb je gewoon, ben je gewoon met een jongen, met 4, 5 jongens bezig om mee te zitten. En, nu was het gisteren ook zo dat het best wel lang duurde, waar we ook best wel grote namen mee zitten. Net voordat wij wegreden was er ook een groepje met bijvoorbeeld Greg van Avermaat weg. Wat is dat dan voor jou? Denk je dan, daar moet ik maar mee zitten? Hoe gaat dat? Ja, eigenlijk is de tactiek om daar juist niet meer mee te zitten. Nee, waarom niet? Omdat iedereen met Greg van Avermaat voorop wil. Omdat ze denken van, ja, dat is een goeie, die moet ik in de gaten houden. Ja. Dus het is eigenlijk de tactiek om die juist niet te volgen. En ik probeer meestal een beetje mijn eigen plan... te trekken, zeg maar. Maar hou jij net als gisteren, jij renners in de gaten houden van, bij die moet ik in het wiel zitten? Nee. Ik rijd meestal eigenlijk mijn eigen weg, zeg maar. En ik probeer dan zelf altijd een beetje
te kijken van wat is nou het goede moment en hoe gedraagt het peloton zich. Ja. Er zijn natuurlijk wedstrijden waarbij Parijs-Tours is natuurlijk wel een koers waar het al vaker lukte, zeg maar. Yellow Allies is al een keer voorgebleven. Ja goed, vorig jaar was echt een waaienkoers, dus dat is, om er nou bij de vroege vlucht te rekenen, is wat anders. Ja. Maar toen ze toch op 30 seconden kwamen, dan weet je al van dit wordt heel lastig. Zeker omdat de finale hertekend was dit jaar. Dus we reden niet over de klimmetjes, net zoals andere jaren. Vond je dat jammer? Met deze benen eigenlijk wel. Vorig jaar had ik het niet jammer gevonden, want toen ben ik op het laatste klimmetje nog gelost. Dus dat was wel zuur. Maar ik denk dat het anders misschien wel nog een kans ingezeten had. Nu was de laatste 8 kilometer rechtdoor tegenwind. Ja, dan weet je gewoon, het peloton kan zoveel meer snelheid maken dan ons. Alleen, goed, bijvoorbeeld als het meewind is en ze geven ons 6 minuten bijvoorbeeld of 8, dan zien ze ons niet meer terug. Dan kan een peloton kan ook niet sneller rijden dan 60, 65. En als je dan als kopgroep 55 rijdt, dan kom je niet heel snel dichter. Nee. Leuk aan jullie kijken voor mensen die al net hebben ingeschakeld. Ja, dit is Riebe de Bie live voor de allereerste keer met gast, met Brian. Ja, ik moet eerlijk zeggen, Brian volg ik al heel lang. Ik kom ook uit Zeeland en dan volg je de renners natuurlijk ook. En wat aan mij eigenlijk is opgevallen, Brian, jij bent eigenlijk ieder jaar ben jij een beetje beter ben jij geworden. Eigenlijk ben jij een heel, straight zeg maar naar boven gegaan. Ja. Ja, ik heb denk ik tijdens mijn studie dan een jaar of 4 wat stilstand of zelfs achteruitgang gehad. Maar welke studie heb je gedaan? Energie- en procestechnologie aan de Hogeschool Zeeland in Vlissingen. Dus tijdens die jaren was het meer studeren en reizen naar school en terug dan het fietsen. Dan heb ik gefietst bij de Dommelstreek in Eindhoven, gewoon voor de club. Ja. Lekker voor het plezier, 's avonds met lichtjes op trainen. Zoals de meeste fietsers van jullie wellicht ook. Ja. En dan uiteindelijk de studie afgerond en bij Metec terechtgekomen. En door iedere keer wat dingetjes aan trainingen toe te voegen, door proberen voeding aan te passen. Eigenlijk steeds stapjes professioneler aan te pakken, denk ik ook die ontwikkeling voor te blijven zetten. Ja. Hartstikke leuk. We gaan het over een heleboel dingen hebben en jullie mogen vragen sturen. Ik heb al een heleboel vragen heb ik via Facebook heb ik al binnen gehad. Die gaan we sowieso behandelen en jullie mogen ook vragen stellen. Dat kan gewoon, wij zien ze. Ja, we kunnen ze niet allemaal kunnen we ze behandelen, maar ik zie even kijken. Nou, top dat jullie bezig zijn. Trainingen gaan we het straks even over hebben. Er komt al een vraag binnen. Brian en Mark, gaan jullie naar Bike Motion in Utrecht? Ja, dat staat wel op de planning. Ja? Alsof wij samen gaan, dat lijkt sterk. Maar wanneer ga je? Ik moet er volgens mij voor de ploeg zijn op de maandag waarschijnlijk. Dus. En wat moet je dan doen? Weet je dat al? Ja, we hebben met de ploeg waarschijnlijk een stand op de Bike Motion. Misschien verklap ik nu iets wat eigenlijk helemaal niet bekend is. Nou, dan heb je het gehoord. Wat ik bij deze. Ja. En daar zijn wij waarschijnlijk aanwezig. Ja. Dus het zal eigenlijk de maandag zijn, de oude dealerdag, wat vroeger alleen voor dealers bestemd was, maar tegenwoordig ook voor het publiek, voor u en ik, eigenlijk open is. En, Nou, voor veel mensen waarschijnlijk ook nog een gewone werkdag of schooldag natuurlijk, maar als je maandag en je wil nog een handtekening van Brian hebben, dan kan je hem in ieder geval halen. Ik ben er hoogstwaarschijnlijk zaterdag of misschien zondag, maar laat ik nog wel via Facebook laat ik dat horen. Als je nou op de hoogte wil blijven van Riebe de Bie, wat we allemaal doen, welke gasten er bijvoorbeeld komen en natuurlijk de nieuwe filmpjes, kan je ook op de Facebookpagina van Riebe de Bie kijken. Abonneren, en dat moet je sowieso, duimpjes omhoog graag, dat is hartstikke leuk ook. En abonneren op de YouTube-pagina van Riebe de Bie. Ik ga eens even vragen erbij halen, Brian, want er zijn er een heleboel gesteld en ik vond er hartstikke leuke bij zitten. Begin van je carrière gaat het over. Gabriel Melging die vraagt op welke leeftijd ben jij begonnen met wielrennen en bij welke club? En reed je toen al goede uitslagen? Ja, ik ben begonnen toen ik 8 jaar was. Hoe? Weet je dat nog? En waarom? Ik ben begonnen omdat mijn vader vroeger altijd amateur wielrenner was. En een goeie hoor. Ja, toch? Ja, voor de
de jongens met de racefiets, dus de dunne banden als het ware. Ja. En ja, daar begon ik toen ook wel, maar ook wel de nationale jeugdwedstrijden al. En reed je toen al, dat was ook de vraag, reed je toen al goede uitslagen? Nee, meestal wel middenmoot. Ik had altijd wel moeite om te kunnen volgen, maar ik deed er ook nog niet heel veel voor. Het was eigenlijk veel spielerij en door vaders wel gestimuleerd om 1 of 2 keer te fietsen in de week. Maar echt de rem erop en niet te veel doen. Lekker plezier erin houden en verder gewoon maar lekker die wedstrijdjes doen en vooral plezier daaruit halen. Ja. En nog andere sporten gedaan? Ik heb denk ik 2 maanden gevoetbald, dat was niks. 2 maanden? Oh, echt? Ja. Nee. En waarom niet? Fietsen was alles. Ja? Vanaf dat ik kon lopen, wou ik fietsen. Ja. En ik deed zelfs mijn eigen wedstrijdjes vroeger als 2-3 jaar jongetje in de gang heen en weer rennend en deden we een wedstrijdje na. Dus. En welke wedstrijd deed je dan? Dat durf ik niet te zeggen. Nee, bij Vlaanderen, Tour de France? Ja, het was vooral gericht op het voorjaar. Dus de wedstrijden waarin ik nu een beetje acteer, zeg maar, daar droomde ik altijd wel van. De Kasseienkoersen, dat was wel... En daar keek ik wel echt naar op, naar Johan Museeuw destijds. En dat even kijken of het helpt. Hij doet het gewoon prima hoor. Hij zit hier zo. Ja mensen, jullie hebben het misschien wel gezien. Is even de verbinding is weggevallen. Hey, daar zijn we weer inderdaad. Volgens mij is het probleem is nu wel opgelost, denk ik. We zitten gewoon via de wifi. Daar zijn we weer. Kijk, hartstikke mooi. We zitten hier ook een beetje aan het einde van de wereld. Ja, daar hebben we het zeggen, Zeeuws-Vlaanderen dus. Zeeuws-Vlaanderen inderdaad. Nou, de grappen kunnen weer gemaakt worden. Tof dat hij gewoon weer beweegt. We moeten dus gewoon even op stop. Dankjewel voor het berichtje, Piet Soffers. Hartstikke goed. We hadden het over de baan. Want jij trainde regelmatig op de baan. Waarom is dat goede training? Ja, het is vooral die beensnelheid die je maakt. En je kan vaak ook een paar oefeningetjes combineren. Van je doet een sprint een rondje lang. Het zijn eigenlijk altijd. Ja, je hebt geen problemen met omstandigheden. Het is altijd hetzelfde en je kan altijd goed trainen. En dat was eigenlijk het ideale. Ja. Meestal is de winter dat is het moment om weer nieuwe dingen uit te gaan proberen. Heb jij nog dingen die je deze winter wil gaan doen, wil gaan proberen? Ja, zoals net eigenlijk wat ik al zei van de Zeeuwse ATB Cup. Misschien wat intensiever toch het speelse wedstrijdelement er toch wel een beetje inhouden om scherp te blijven. Dus, een uur lang gewoon gaan en dan? Ja. En waarom wil je dat? Heb je dat gemist bijvoorbeeld dit jaar? Ja, misschien wel. Ik denk dat het toch wel jezelf beter maakt ook voor het voorjaar. Het niveau in het voorjaar, in die Vlaamse voorjaarsklassiek is zo ontzettend hoog. En ik denk dat dat eigenlijk geen enkele andere wedstrijd behalve de Tour misschien... dat het niveau zo hoog is. Iedereen die wil er gelijk staan. De moraal bij iedereen is zo hoog. Ja. Iedereen die... Even weer zo. Even kijken of die het dan weer doet. Als het goed is, zijn we weer terug. Yes, volgens mij doet hij het nu weer. Ja, daar staat hij nog stil. Ja, kijk, hij is er weer. Mooi zo. Nou, dankjewel Piet Soffers, jou op de hoogte. Hartstikke goed. We hadden het over de schijfremmen, die worden warm. Hoe vond je het nou zelf om ermee te rijden? Ja, ik heb er eigenlijk geen nadelen van ondervonden. In het begin was het natuurlijk wel zoeken ook voor mechaniekers, omdat wij met heel veel verschillende wielen zitten. En ook allemaal verschillende fietsen om te zoeken naar de juiste stand van de schijf. Want de tolerantie tussen de blokjes en de schijf is ontzettend klein. En ja, dat is dus ook wel risicovoller. Wanneer je met zoveel wielen te maken hebt. Maar ik denk dat we uiteindelijk alles op de rit hadden toen het verboden werd. Dus
Ja, want het lijkt mij ook inderdaad in de ploeg dat dat helemaal niet zo makkelijk is. Nee, het was best een omschakeling. We werken ook met steekassen, terwijl normaal werk je met een gewone normale quick release. Mm-hmm. En ja, dat is toch een hele omschakeling voor fietsen, rekken. De vrachtauto's moesten compleet aangepast worden. Ja, en uiteindelijk was het op het een op het andere moment, ik denk 3 of 4 dagen voor de Amstel Gold Race, dat ineens alles weer om moest. Ja. Ja, en wij hadden ook geen andere fietsen meer. Nee. Dus het was voor de ploeg best wel een hele shock, zeg maar, om alles logistiek weer op de rit te krijgen. Maar ook voor jullie zelf lijkt mij dat toch allemaal weer het veranderen. Absoluut, de fiets is wel anders, je houding op de fiets, de grepen zijn anders. De manier van remmen is anders, dus het is voor van het een op het andere moment om te schakelen toch best een hele verandering. Ja, ja. Denk je dat het... Dan ze toch weer terug gaan ernaartoe? Ik denk dat sowieso gaat gebeuren. Het is iets wat door de fietsproducenten gewoon, denk ik, gepromoot gaat worden. Ja, want steeds meer fietsen gaan er gewoon nu vorige week mee met bezig. De Oranje Peloton tocht viel het me ook ontzettend op dat er zoveel toeristen of wielerfanaten toch met hun met schijfremmen fietsen. Ja. Ja, dat is toch wel een opvallende ontwikkeling eigenlijk. Ja, dan is het eigenlijk bij jullie is het straks ook gewoon dat dat zal wel, dat gewoon doorgaat. Ja, zeker als dan de technologie de vooruitgang vindt, de kleine kinderziektes eruit gaat halen. Ja. Dat was net, zal het over 1 of 2 jaar zal het er weer wel... Maar bergop, een heleboel klimmers, die gaan er niet aan omdat het dan te zwaar is. Ja, ja, kijk, dat is ook de technologie, hè. Dat is een kwestie van tijd... Dat het lichter gaat worden. Ja, vroeger hadden we ook fietsen van 8, 9 kilo. En tegenwoordig zijn ze misschien ook al van 4 kilo te maken. Dus een kwestie van wat ingenieurs die daar hoofd mee aan de slag gaan. Inderdaad, top. Nou, interessant wist ik deze ontwikkelingen ook niet allemaal. Ik ga nog even naar een vraag die ik al klaar had staan. Ja, en die is van een collega. Ik moet even uitleggen. In Zeeland. Ik werk bij Omroep Zeeland. En Brian, jij kijkt regelmatig Omroep Zeeland. En luistert ook. Ja, je bent fan ervan. Echt leuk. En Daniel die vraagt, kijkt Brian nog steeds tijdens vakantie Omroep Zeeland? Nou, tijdens vakantie dan net niet. Maar goed, je volgt het altijd. En op trainingskampen vind ik het ook wel ontspannen om dat te luisteren. Ja. Dan wat doe jij qua ontspanning? Er zijn erbij die lezen boeken, kijken films, wat doe jij? Ja, van alles eigenlijk. Films kijken en series kijken, dat is niet echt mijn ding. Daar kan ik me niet voor zetten, zeg maar. Daar heb ik de rust niet voor. Maar het is vaak gewoon op internet een beetje het nieuws lezen. De ontwikkelingen in eigen streek volgen, de krant lezen. Ik heb ook altijd op mijn tablet een... een app van de regionale krant. Ja, dus van de PZC, kijk. Ja. Dus, het zijn altijd wel gisteren achter dat Kelderman wegging bij Lotto Jumbo, maar dat schijnt dus ook al redelijk lang bekend te zijn. Ja, oké. Okay. Ja. Nee, dat... En hoe komt dat? Is dat gewoon omdat je er al zoveel in zit? Of hoe... Ik denk geen interesse. Ik ben eigenlijk een sportfanaat die geen sportfanaat is, om het maar even zo te zeggen. Ik kijk geen voetbal op tv, andere sporten ook niet. Nee. Ja. Dat is echt het wielrennen om te doen, zeg maar, dat is het. Dat is het spelletje wat ik heel leuk vind. En verder interesseer ik me eigenlijk meer voor nieuwsfeiten of de geschiedenis. Ja. Of, maar dan lijkt mij ook dat jij later een ploegleider of zo worden, dat zie ik dan... Dat zou ik dan misschien wel mooi vinden. Okay. Want, waarom? Ja, ik vind ook het psychologische aspect van een groep en zo en een persoon... Ja, misschien motiveren en het spelletje rondom vind ik wel heel mooi. En ik zou toch wel graag denk ik bij de wielersport later nog wel betrokken blijven. Op welke manier dat dan. En wat moet je dan aan denken? Wat zou je dan ploegleider bijvoorbeeld? Of, Ik vind ook de technologie wel heel leuk, zeg maar, om verder te gaan met verbetering op het gebied van tijdritfiets. Als ik dan bijvoorbeeld naar mijn achtergrond kijk, energie- en procestechnologie, daar zit heel veel. Ja, het is niet specifiek gericht op werktuigbouwkundige zaken, maar het is voornamelijk de gedachtegang die je daarachter hebt. En proberen kleine dingetjes te verbeteren en daar ook enerzijds in materiaal, maar ook in renners of... En je ideeën dat je denkt van, dat zou ik nog kunnen gaan veranderen in de toekomst? Of wat denk je waar nog winst is op te behalen bijvoorbeeld?
Ja, het is natuurlijk nu voornamelijk de beperkingen die je hebt in de wielersport. Mm-hmm. De UCI beperkt redelijk veel de vormen en de afmetingen van fietsen. Mm-hmm. En daar valt natuurlijk heel veel nog in te winnen. En ik denk ook zaken die heel normaal zijn in de wielersport. Het is natuurlijk een vrij traditionele sport, maar als we bijvoorbeeld nummers op shirten gaan drukken of dat soort dingetjes. Ja. Het is eigenlijk van de... Ja, dat je echt vanaf boven gewoon inderdaad, dat je met nummers werkt. Ja, maar waarom moeten renners in de Tour 3 weken lang hunzelfde rugnummer opspelden op een shirt wat speciaal eigenlijk vaak voor de Tour nog gemaakt wordt? Ja. Het zijn een beetje van die dingetjes dat je zoiets hebt van, ja, UCI wees eens een beetje meer vernieuwend. Ja. Wat sponsors is het natuurlijk ook qua ruimte en alles, of zou dat... Nee, maar dan blijf je dezelfde afmetingen houden. Ja. Hè? Er hoeft niet per se een nummertje aan te hangen. Ik snap het. Als jullie nog vragen hebben, je mag ze altijd stellen. Je kan ze op Facebook kan je stellen via de Riebe de Bie. Een heleboel mensen hebben dat gedaan. Nou, die hebben we nu... Een heel eind hebben we die behandeld. Ik zal nog eens even kijken of er nog nieuwe vragen bij zijn gekomen. Ik wil het zelf ook nog wel eventjes over hebben over volgend jaar. Wat zijn nou dingen waar jij nou... Wat zijn nou koersen waar jij nou al... die omcirkeld zijn voor volgend jaar. Vandaar wil ik in presteren of daarin wil ik het bijvoorbeeld beter gaan doen. Ja, ik denk dat het gewoon over het algemeen is dat je misschien een keer proberen om in plaats van een vroege vlucht een keer een uitslag te rijden in een grote wedstrijd. Ja, want je bent heel veel mee geweest. Ik vind dat je prima uitslagen rijdt. Ben je zelf tevreden over dit seizoen? Ja en nee. Ik denk dat ik, zoals je zegt, wel af en toe goede uitslagen heb, maar dat het ook wel nog beter kan. Ja, dat is denk ik ook wel het goede van een sportman om altijd nog wel wat meer te willen en altijd betere uitslagen neer te zetten. Maar ja, je moet ook met tevreden zijn bij welke stappen je maakt en terugkijken van waar kom ik vandaan en wat heb ik bereikt nu en waar ben ik weer uiteindelijk beland. En ik denk dat ik dan tevreden mag zijn met de stappen die ik voornamelijk zet in lastige wedstrijden. Ja. Dat ik toch wel meer de klimmetjes aan kan, in finales net iets frisser aankom. Dus dat zijn wel de dingen. Ik heb hem wel meer gesproken natuurlijk. En toen hebben we het hier ook over gehad. Jij zei toen van ik mis gewoon die grote vis. Die mis ik gewoon. Dat zit er gewoon in. En net als bijvoorbeeld rond de Eneco toe. Schaal zelfs reed je hartstikke goed. Die overwinning. Ja, dat zou een keer mooi zijn. Goed, ik win natuurlijk dit jaar wel de Kerkmiskoers in Desselgem. Dat is op zich wel heel mooi en waren ook niet de minsten die daar mee zaten in de kopgroep. Maar ja, het is geen UCI-koers en je moet een keer de kans krijgen denk ik om voor een overwinning te rijden. En het zou gewoon een keer mooi zijn om een etappe te pakken ergens toch, of een ritje. Ja, hoe moeilijk is het? Leg dat nou eens uit. Ik zeg altijd maar, als je wil winnen dan moet je maar gaan voetballen. En iedere week 50% kans. Maar hoe frustrerend is dat als wielrennen? Ja, ik denk dat het gewoon per persoon verschilt. Klopt, maar of dat nou een middel wordt om de vluchten beter te... Ja, dat weet ik niet. Je ziet het wel in wedstrijden als een Schaal zelfs bijvoorbeeld. Maar dat is ook het parcours wat het sowieso wel een uitputtingsslag maakt. En in Veenendaal zie je ook dat gewoon de controle er blijft en dat het de sprint wordt. Ja. Het zijn wel wedstrijden waar dan 6 renners per ploeg zijn, maar ik denk dat het verschil niet gaat maken. Het is vooral de mentaliteit die door iedere ploeg gecreëerd wordt, zeg maar. Ja. Hartstikke leuk dat jullie kijken naar Riebe de Bie live. Nou, we hebben een beetje problemen gehad met de verbinding, maar het gaat nu allemaal weer. Ik ga eens even kijken of er nog vragen hier zo op het... dat is wel een goede vraag. Hoe bereid jij je voor op een tijdrit, Brian? Want jullie hebben misschien het filmpje op Riebe de Bie wel eens gezien van Brian. De voorbereiding zit daar een klein beetje in, maar heb jij nou een speciale voorbereiding met qua tijdrit? Nee, het is voornamelijk goed parcours in je opnemen. Ga je dat van tevoren echt... Ja, als ik de mogelijkheid heb ook wel
ja, als het in de buurt is of zo, misschien is een keertje al eerder. Dat ik een paar dagen van tevoren al het parcours in gedachten kan nemen. En kan zien hoe de bochten lopen. Maar verder is het dan vaak ja, de ochtend voordien of ja, voor de tijdrit het parcours een aantal keer doen. De bochten in je opnemen en dan ja, beginnen aan de warming-up. En zorgen dat je al een paar keer in het rood geweest bent. Ja, hoe vaak ga je in het rood eigenlijk daarvoor? Hoe vaak ga je tot de max? Ja, 2-3 keer denk ik. Een paar korte sprintjes en gewoon wat spanning op de spieren. En ja, dan moet dat wel genoeg zijn. Hey, ook wel eens dan, want dat gaat goed. Het lijkt mij ook dat het wel eens nadelig voor je kan wezen. Dat je zo diep in het rood gaat. Of is dat nou echt? Nou, dat lijkt me, ja. Zelf heb ik dat niet. Als je bijvoorbeeld oefeningen doet op training, heb je ook wel eens dat. Ja, de tweede of de derde keer gaat veel beter dan die eerste keer. Die eerste keer denk je van, ja, waar ben ik weer aan begonnen? Ja, en ja, net zoals als in een tijdrit eigenlijk precies hetzelfde. Ja. En zijn dan lange tijdritten nog anders dan korte tijdritten? Nee, voor mij niet. Nee. Voor mij is die voorbereiding precies hetzelfde. Ja. En ook gewoon het aantal keren in het rood gaan, dat nee, is nee. Dan, je moet toch die spieren een keer op spanning gezet hebben, dat hart een keer... Ja, opgejaagd hebben, zeg maar, voordat je ja, eigenlijk helemaal los kan gaan. Ja. En wat vind jij nou zo mooi aan zo'n tijdrit? Want ik zie je echt genieten dat je daar op die fiets al... Ja, ik vind voornamelijk de korte tijdrit het mooiste. Eigenlijk tot een kilometer of 15 vind ik het mooiste. En dat is ook wel ja, qua spanningboog, zeg maar, dat je heel mooi gericht van punt naar punt kan rijden. Ja. En dan is het ook gewoon leuk om ja, met jezelf aan de weer te zijn. Ja. Je hebt gewoon naar niemand te kijken en het is eigenlijk gewoon een lange vroege vlucht als het ware. ja, het lijkt er dan wel op, ja. Dat is een goeie. Ik zie hier zo Mark Lobbe zo. Heeft een vraag gesteld. Bij Roompot rijden dit jaar 4 Zeeuwen die alle 4 een vader en of een opa hebben die ook topsporter was. Johnny Hogeland, zijn vader, die was skileraar, schaatser. De vader en opa van Antoine Tolhoek, profielrenner. Opa van Nick van der Lijken natuurlijk. En jouw vader was een heel goede amateur. Is dat nou toeval? Nee, ik denk dat wielersport eigenlijk niet de sport is waar je zomaar in rolt. Je moet toch wel een beetje een connectie hebben met de sport. En het is ook wel... Niet echt een laagdrempelige sport. Je moet toch die fiets aanschaffen en dat is voor veel ouders wel al een inspanning. Ja. Vervolgens ja, iedere week naar de wedstrijden rijden door heel het land. Het is vaak niet bij de deur. 1-2 uur rijden is niks. Nee. Ja, dat is voor veel ouders denk ik toch een hele stap. Zou dat nou voor een vereniging en bijvoorbeeld dat rijden inderdaad? Want als je ouders als die het weekend andere dingen hebben te doen of ze willen het niet... Dan houdt het voor het wielrennen eigenlijk ook. Ja, dan kan je die sport niet doen. En ja, zo zijn bijvoorbeeld sport als motocross is net zoiets natuurlijk. Je moet er wel volledig met de hele familie achter staan, anders dan lukt het gewoon niet. Zou dat anders kunnen? Heb je dat wel eens gezien in andere landen hoe dat anders werkt? Of ben je daar toch echt gewoon... Nee, ja, wat het natuurlijk wel kan is dat de club heel veel overneemt. Ja. Bij de voetbal zie je bijvoorbeeld wel dat kinderen op zaterdag worden opgehaald inderdaad, ja. En weer thuisgebracht. Ja. Maar nee, ja, dat is in de wielersport gewoon lastig en die fiets moet ook aangeschaft worden. En dat zijn vaak wel investeringen die doorwegen. Ja. En ja, het is ook wel makkelijk natuurlijk als ouders al daarin betrokken geweest zijn. Ja. Dus, ja, denk ik voor heel veel jongens wel al een makkelijke stap dan om te beginnen. Ja. Met Johnny natuurlijk ook zijn vader met het schaatsen. Dat is ook een sport die samenhangt met de wielersport. Ja, ja, dat zijn gewoon facetten dat je mee gaat fietsen op jonge leeftijd met je vader. Of je gaat meekijken. En ja, zo ga je toch eens proberen. Ja. Uitvalverschijnselen hebben, dan moet je toch afvragen of het nog wel gezond is en verantwoord is om daar... Ja, wereldkampioenschap te houden. Heb je zelf wel eens gehad dat het zo warm was dat je er niet lekker van werd? Ik heb het op training wel eens gehad dat ik door uitdrogingsverschijnselen wel ook een beetje weg was, zeg maar, en ten val kwam. Ja, joh. Dus dan ben je gewoon even van het padje, zeg maar. Nou, en,
Maar in van de zomer ook wedstrijd. Het is vrij warm geweest. Hey, wedstrijden had dat het echt 35 graden was of nog. Nou, Desselgem was bijvoorbeeld een dag dat het 35 graden was. Maar ja, dat is voordeel van kermiskoersen. Dan kan je meestal wel genoeg drinken aanpakken. Ja. En dan blijf je wel cool. Ja. Maar ja, anders is het gewoon een kwestie van vaak naar de auto gaan en toch je verkoeling zoeken. Ja, maar jij zou zeggen in de toekomst. Ja, het is heel dubbel natuurlijk. In Europa hebben we misschien niet de financiële middelen om een WK te organiseren en die zijn daar wel. En dat zie je bijvoorbeeld in de voetbal ook. Maar ja, wat zijn uiteindelijk de overwegingen? Hè? Ja. Moet het financiële, moet dat een rol gaan spelen? Of moeten we toch kiezen voor waar de sport vandaan komt en waar die goed dijt, zeg maar. Ja, ik weet niet of jullie het gezien hebben. Ik weet niet of jij het gezien hebt. Er stond gisteren... er stonden dranghekken. Ik heb geen idee waarom die er eigenlijk stonden. Want mensen, die stonden er niet... Nee, dat is bij de ronde van Qatar ook. Dan rij je 80 kilometer door de woestijn en je komt niemand tegen. Maar goed, dat was op de Olympische Spelen natuurlijk ook. Dan zie je ook niemand daar... Op de heuveltjes en zo. Het is toch wel jammer voor de sfeer als je ziet hoeveel publiek er in Vlaanderen altijd langs de kant van de weg staat en met de Tour. Ja, dan is het gewoon zonde dat zo'n evenement eigenlijk zo'n uitstraling krijgt. Ja. En ook als renner denk ik dat het eigenlijk weinig sfeer, een van de meest sfeerloze WK's is die je kan rijden. Hoe zie je dat nou voor de toekomst eigenlijk? Moeten de dingen in het wielrennen gaan veranderen? Waar zie jij nou nog dingen waar je van zegt? Ja, ik denk dat je nooit de vooruitgang in de weg moet staan. Altijd wel open moet staan voor nieuwe dingen en dat er altijd wel ruimte is voor verbetering. Ja, en net zoals een Qatar, een 2K. Het is iets nieuws, het is vernieuwend. Ja, absoluut. Alleen, omdat ze nu wel per se willen vasthouden aan die datum in oktober, denk ik dat je toch wel misschien een verkeerd WK krijgt. En goed, de winnaar heeft altijd gelijk straks. Maar... er zijn nu toch al een paar gevalletjes van uitdrogingen zo geweest bij wat ik bij Rabo bij de ploegentijdrit bij de vrouwen zag. Ja, dan moet je toch afvragen of dit nog wel kan eigenlijk. Ik zag Martin ook bijvoorbeeld, die reed met een Camelback. Ik dacht dat het verboden was. Dat dacht ik eigenlijk ook, ja. Ik weet niet of daar nu een aparte uitzondering voor gemaakt is. Ik kon er niks over lezen en dat vond ik wel jammer eigenlijk. Het kan natuurlijk dat de jury een bepaald communiqué naar buiten gebracht heeft ter plaatse dat het getolereerd wordt vanwege de omstandigheden. Dat gebeurt in koers ook wel eens, hè? Normaal is het ook pas na 50 kilometer dat het buffet geopend wordt, zeg maar. Het buffet geopend. Ja, er worden altijd over de oortjes het buffet is geopend. Dus, soms wordt dat gewoon na 5 kilometer bij wijze van al vrijgegeven. Dus. Ja. Eigenlijk nog even voor aanstaande zondag het WK. Ik bedoel, je bent ook een kenner, je zit ertussen. Wie gaat er winnen? Ik hoop Dylan Groenewegen. Het zou mooi zijn. Mooi als ex-ploegmaat en als Nederlander. Dat hij toch wel een kans zou maken toch op die overwinning. Heeft hij kans, hè? Nou, als ik zie hoe hij daar de sprint wint in Bolsvart, ja, trokken we in Friesland in ieder geval, juist. Ja, nou krijg ik waarschijnlijk ruzie met Pieter Weling dat ik de plaats excuses. Nee, maar dan wint hij gewoon op een fantastische wijze de ploegentijdrit. Of de sprint. En dat is, ik denk, ik had daar ook wel een kans die hij moet pakken. Ja. Dat zijn niet heel veel kansen voor sprinters. En dat zal eens in de zoveel jaren zijn. En het komt voor hem misschien nu heel vroeg. Ja. Maar... als je ziet welke stappen hij gemaakt heeft sinds de Tour, denk ik dat hij redelijk op weg kan zijn naar iets groots. Ja, die zit, volgens mij is Dylan een hele dag op viaducten bezig om zijn sprint te verbeteren. Ik ken daar wel eens een stuk over. Viaduct training, ik vind dat iets schitterend. Doe jij het zelf? Af en toe. Ja? En dan ergens hier in de buurt een viaduct? De viaducten rond de N61 en N62. Ah, dat is voor Poel. Heeft gezien? Ik heb het voorbij zien komen in het journaal. Ja, ik ben er natuurlijk zelf niet bij geweest. Maar ik heb het ook niet in details kunnen zien en niet teruggekeken. Maar het is, een sprint loopt altijd chaotisch. En een sprinter die probeert altijd te vechten voor zijn plek. En... maar was je jury geweest? Als je zegt van het kan niet of kan wel? Ja, het was op het randje. Het was moeilijk. Ja, goed. Kijk, ik heb de sprint ook niet goed genoeg bekeken en teruggekeken om echt
te kijken waar ze allebei vandaan komen. En of hij op dat moment bewust Olivier gezien heeft. Maar dat, gebeuren er gekke dingen, peloton? Ik denk dat het meeste niet gezien wordt. Ja, dat is het, hè. Wij zien eigenlijk zomaar een klein gedeelte. Ja. Zonder namen te noemen. Wat is nou het gekste wat jij dit jaar hebt gezien? Goh, ja, dan vraag ik me wat. Ja, dan vraag ik al. Een van, nou, het allergekste dan hoeft niet, maar wat zijn nou dingen die je... Ja, die, ze zeggen bijvoorbeeld dat ze remmen niet meer, het is je plek, vechten voor je plek. Het lijkt mij net als bijvoorbeeld voor jou. Ja, dat klopt, maar het zijn voornamelijk wel de grote renners die zulke soort dingen noemen van er is geen respect. Maar vervolgens duw je jezelf bijvoorbeeld ook wel eens aan de kant van een roompotje bij wijze van of bij een klein ploegje van je moet hier niet rijden, je hebt hier niks te zoeken. Ja. Terwijl wij eigenlijk net zoveel rechten hebben als hun zonder ons... Dat je eigenlijk door hun geeft het signaal van dat je ook moet vechten voor je plek. Ja, hun creëren zelf eigenlijk de situatie, omdat hun ons er niet tussen laten. En in Eco Tour een aantal keer meegemaakt dat we ook aan het werken waren voor Raymond, voor onze Raymond Kreder, onze sprinter. Dat je er gewoon eigenlijk als het ware gewoon aan de kant geduwd wordt. Door naar de zijkant te sturen, zeg maar. Door Pro Tour ploeg. En dat is voor ons vaak wel lastiger, maar dat weet je. En dat is andersom ook wel, hoor. Dat doen wij bijvoorbeeld zelf ook wel. Misschien in mindere mate, maar dan heb je soms ook wel eens zoiets van... Ja, god, dan komen ze er weer tussen geduwd van kleinere ploegjes. Ja. Maar dat hou je toch en dan moet je niet te druk om maken. En dat wordt meestal door Michel Cornelissen wel goed geïnstrueerd van... Die grote ploegen, die laat ze maar een beetje bezig en gooi je er maar gewoon tussen. Ja, je moet je eigenlijk niet laten kennen. Nee, precies. Nou wordt er gezegd in ieder geval, het wordt steeds harder. Oké, nou zit je nog niet in zo heel lang, maar merk je daar wat van? Nee, maar ik denk dat ze roepen altijd van die amateurs en zo, die zijn gek. En die kleine ploegjes zijn gek, maar iedereen vecht gewoon voor zijn plaats. En of dan nou... 10 jaar geleden ook zo was, dat weet ik niet. Ja. Maar het is gewoon, en zeker in het voorjaar, iedereen wil toch als eerste opdraaien. En of je nou bij een grote of een kleine ploeg rijdt, of wie dan ook. Ja. Je wil allemaal als eerste de Quaremont of de Koppenberg aanvatten. Dus dat is gewoon chaos. Ja. Tot daar aan toe. Ja, en je moet het volgens mij ook toch ook een klein beetje hebben als renner om voor je plekje te vechten, lijkt me. Ja, als je dat niet doet, dan ben je sowieso gezien. Had je dat vroeger eigenlijk ook al? Was jij brutaal in de wedstrijden? Niet super brutaal. Ik kan wel mijn risico's nemen, anders dan kan je gewoon niet koersen. Je moet de risico's moet je nemen en je moet af en toe wel eens over een stoepje springen en over een fietspad rijden wat niet mag en dat soort dingen. Maar het zijn ook momenten dat je of de keuze hebt van ik neem dat risico en ik zit wel op de juiste plaats. Ja, of ik zit er niet en ik ben gezien en ik kom nooit meer van voor. Nee. Want dat is bijvoorbeeld in Vlaanderen wel. Ja. Ja, zit je 10 plekken te ver, dan zit je voor de komende 15, 20 kilometer op het lint van achter. Ja, zo erg is het. En dat zijn gewoon, dan moet je het risico eigenlijk nemen. En je moet gewoon. Ja. Hartstikke goede vragen. Leuk commentaar over te hebben. Even kijken, kijk jij neer op continentale renners als prof? Nou, ik probeer het. Want zo kan ik de vragen kan ik goed zien. Nou, wanneer ben je begonnen? Dat hebben we al behandeld. Straks kan je ook gewoon de vraag, Roel van Drunen, die vraag. Hoe ziet jouw week eruit in de winter, Brian? Hoeveel kilometer en wat voor trainingen? Vraagt Dennis Den Haan. We hebben het er net al een beetje over gehad, maar... hoeveel kilometer maak jij nou per week zo ongeveer? Ja, dat is heel afhankelijk van in welk moment in de winter dat ik zit. In de beginfase is het voornamelijk maximaal een uurtje of 3 dat ik dan ga fietsen. En dan 2 keer in de week krachttraining. In het weekend een rondje fietsen met wat fietsmaten uit de buurt of noem maar op. Ja, doe je dat ook echt gewoon... wat voor gemiddeldes rij je dan bijvoorbeeld? Hoe rijden ze dan allemaal af? Nee, dat is dan echt wel gezamenlijk. En als ik echt hard wil trainen, dan ga ik vaak gewoon alleen en dan doe ik mijn eigen ding. En dan ga ik hun niet meer lastigvallen, zeg maar. En het is voornamelijk in de winter, iedere maand dat je verder richting het seizoen komt, ga je er wat uurtjes bij doen qua duurvermogen. En
En dan gaat het ook wat specifieker worden, zoals we net al aangegeven hebben. Ja. We gaan een beetje richting het einde. In ieder geval, als jullie dit leuk vinden, geef een duimpje in ieder geval naar boven. En abonneer natuurlijk op Ruben de Bie Live. Ik wil het nog wel even hebben over morgen. Want dan is het de laatste wedstrijd. Dat is ook nog best wel, ja, vind ik ook een speciale wedstrijd. Want Johnny Hogeland, zijn laatste wedstrijd ook. Ja, dat maakt het speciaal. Ja. Absoluut. Wat was Johnny voor jong eigenlijk in de ploeg? Wat is het voor iemand in de ploeg? Ja, het is toch wel iemand die altijd wel een beetje wil lachen, gieren, brullen. Altijd wel een beetje de qua jongen, zeg maar, waar hij toch wel altijd een beetje uitstraalt. En die maakt ook wel altijd sfeer. En ook mijn jonge jongens altijd wel grapjes probeert uit te halen. En gewoon eentje wel die sfeer maakt. En ook wel heel veel meegemaakt heeft natuurlijk in zijn carrière van... hele hoge pieken tot de diepe dalen met valpartijen, noem maar op. Ja, maar als je zijn uitslagenlijst zo bekijkt, wat denk je dan? Ja, dan ga ik toch eens even achter de oren krabben. En dan ga je toch wel... Ja, ik denk dat veel mensen zich dan niet realiseren dat hij zulke uitslagen neergezet heeft. Als je, we hadden toevallig van het weekend aan tafel erover bij de ploeg. En als je dan ziet dat hij top 10 rijdt in Tirreno... vijfde wordt in Lombardije, verschillende WK's kort gereden heeft en in de aanval gereden heeft, dan denk ik dat we daar alleen maar respect voor hebben. De meeste renners bij ons in de ploeg hier nog niet tot aan zijn enkels komen qua uitslagen. En dat denk ik dat er voor best wel veel Nederlandse profs geldt. Ja. Snap je dat hij stopt met zijn carrière? Ja, als je natuurlijk ziet hoe Johnny eigenlijk op dit moment nog... fietst en zo. Hij vindt het heel leuk en hij is heel erg bezig ook wel met de ploeg en begaan met de renners. Alleen als het voor jezelf waarschijnlijk de voldoening er niet meer uithaalt om uitslagen te kunnen rijden, dan wordt het ook denk ik steeds minder leuk om die wedstrijden te rijden. En dan is het waarschijnlijk een hele verstandige beslissing ook om en waarschijnlijk ook de kans die er komt bij Roompot om een andere taak te gaan vervullen. Ja, om dan tot die stap makkelijker te maken. En blijf bij de ploeg verbonden. Absoluut. Ja, leuk. Morgen, ik denk kilometer 15, dat ongeveer wezen, denk ik. Of 20. Dat je meehaalt of dat je er vandoor gaat. Of wat voor plannen heb je voor morgen? Ja, ik weet niet wat de plannen natuurlijk zijn van de ploeg, maar... is het een belangrijke wedstrijd? Ik denk dat die belangrijker is dan de afgelopen jaren. Vroeger was... De sluitingsprijs had altijd wel grote ploegen, maar de afgelopen jaren werd het eigenlijk steeds meer een, misschien oneerbiedig te zeggen, een veredelde kermiskoers. Ja. Maar dit jaar door de Napoleon Games Cup wordt het toch wel, denk ik, een wedstrijd die meer aanzien heeft en ook live op VTM te zien is morgen. Ja. Waardoor Lotto Jumbo aan het vertrek staat, maar ook Lotto en Lotto België en... Aan wie is het? Ja, kijk, daar zit hij hoor. Bert de Vries, die is hier al gekomen. Hoe doen jullie dat nu? Waarom is hij hier zo al? Ja, wij zijn gisteren natuurlijk s'avonds nog teruggekomen vanuit Parijs Tours. Vanuit Tours, een kilometer of 400. Was het heel laat? We stapten hier rond 1 uur de deur binnen. Dus het is toch vrij laat. En Bert is afkomstig uit het noorden des lands. Dus dat... als je dan weer terug zou moeten komen vanuit het noorden naar Puttercapelle morgen, dan... Zo helpen jullie elkaar. Daarom. Dat zegt mij genoeg over de sfeer in de ploeg? Dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat iedereen wel dat onderling zo met elkaar omgaat en dat ook wel moet kunnen. Ja. En je laat ook niet iemand heen en weer rijden of een hele dag in een hotelkamer zitten. Dat zit er wel genoeg, dus dan is het ook gezellig om hier even te zitten. Ja. Top. Hartstikke leuk, Brian. Ja, echt hartstikke top. Ik heb er al zelf best wel redelijk wat van geleerd. Vooral qua trainen sta ik echt van te kijken dat er zo weinig. Ik dacht eigenlijk dat het veel meer zou zijn. Ik wens je natuurlijk al heel veel succes voor morgen. En ook voor de rest van je carrière. En
Ja, ik ga staan juichen wanneer jij eindelijk een keer echt die grote vis gaat pakken. En ik verwacht dat die gewoon een keer gaat komen. Hard voor blijven werken, dan gaat dat een keer komen. Ja, dat is goed om te horen. Mensen, bedankt voor het kijken naar de eerste Ribe de Bie Live. Hulde voor Brian dat hij dat heeft willen doen en hier uitgenodigd heeft. Ik heb lekkere koffie ook gehad van de familie van Goetenberg. Perfect verzorgd. We gaan dit zeker nog vaker gaan we doen. En jullie weten het, hè? Duimpjes omhoog als je dit leuk vond. En altijd abonneren op YouTube, op Ribe de Bie. En ik zie jullie de volgende keer aanstaande woensdag weer een gewone aflevering van...